Het leven van Mies Bouwman is de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Vanaf het begin deed ze mee. Gezichtsbepalend als omroepster begin jaren 50. We hopen dat televisie de band tussen de volkeren zal verstevigen, opdat vrede en vrijheid eens in de toekomst duurzame begrippen zullen zijn voor alle mensen op aarde. En gezichtsbepalend als presentatrice van de eerste grote televisie-liefdadigheidsactie, Open het Dorp in 1962. Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank, fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Komt u aan! Begin jaren 70. Eén van de acht. Familieamusement in optima forma. Een spelshow met echte mensen. Zo. Waar heel Nederland naar keek. Zaterdagavond, pyjama vroeg aan, glaasje prik en Golden Wonder chips. Samen smullen van de lopende band met die prachtige prijzen en de legendarische woorden: licht uit, spot aan. Na één van de acht presenteerde Mies Bouwman nog In de Hoofdrol, waarin bekende Nederlanders in het zonnetje werden gezet en geconfronteerd met hun verleden. Dat was ook het programma waarin ze zelf officieel afscheid nam van de Nederlandse televisie. En dat publiek, daar wil ik dan het laatst tegen zeggen: goh, nou 36 jaar, wat leuk toch allemaal. Dank u wel en nou misschien wel. Ja. Dank.